concerten die de Barense Muziekkring altijd placht te organiseren in Kasteel Groeneveld, zijn dit seizoen 2011-2012, verplaatst naar de Paaskerk in Baren. Omdat het Kasteel Groeneveld wordt helemaal gerestaureerd en verbouwd. We hebben een mooi onderkomen gevonden in deze mooie kerk. We hopen dat het heel goed klinkt. De vleugel is prima, dus dat ziet er heel goed uit voor het komende seizoen. Wat betreft de concerten ziet het er ook heel goed uit. We hebben een serie concerten moeten laten vallen, namelijk de concerten op zondagmorgen. Maar de concerten op zaterdagavond gaan gewoon door en dat zijn er dit keer 6 in plaats van 5. Ik prijs mezelf heel erg gelukkig dat we een paar muzici hebben gevonden die werkelijk fenomenaal zijn. En dat komt, ik heb het geluk dat ik altijd in de jury zit van het concours om de concertgebouw Vriendenkrans. En daar hoor je dus de fine fleur van de jonge muzici. En dit jaar heb ik een cellist horen spelen die zo geweldig speelde dat ik denk, die moeten we hebben in Baren. En ik heb een zangeres gehoord waarvan ik dacht van nou, die moeten we nu engageren, want over 3 jaar is ze zo beroemd en zo goed, dan kunnen we er niet eens meer betalen. En die zangeres die heet Bernadetta Astari. Bernadetta Astari, moet u goed onthouden. De serie bevat van alles wat. We hebben een cello recital, we hebben zang, we hebben viool recital. We hebben een blazersensemble, 5 houtblazers en een piano, dat heet het Hexagon Ensemble. En we hebben de Amsterdam Chamber Soloists. En dat zijn ook 3 jonge muzici, het is een kwartet, het zijn er 3 jonge muzici met een pianist. 4 jonge muzici dus eigenlijk. En het seizoen wordt besloten met de broers Arthur en Lucas Jussen. Natuurlijk vreselijk bekend en omdat die altijd heel veel mensen trekken, is het heel gunstig dat we nu in de Paaskerk zitten, want daar kunnen veel meer mensen in dan in Groeneveld. Want vorig jaar is het gebeurd dat Arthur Jussen een recital gaf op een zondagmorgen en dat was een paar maanden van tevoren al uitverkocht en toen heeft hij het nog een keer gedaan 2 uur later. Dat vond ik heel sportief. Maar nu kunnen ze er allemaal in. En ook dat Hexagon-ensemble, wat dus 6 mensen behelst, die konden ook niet in Groeneveld, want dat podium is veel kleiner. Dus het voordeel van deze Paaskerk is dat je eens wat grotere ensembles kan uitnodigen. We beginnen het seizoen met een cello-recital van die Sietse Jan Weyenberg. Dat is die cellist die ik heb gehoord tijdens die audities. U moet weten, er komen heel veel mensen bij die auditie spelen. Ik heb bijvoorbeeld een bepaald cello-stuk van Debussy 4 keer horen spelen. En de 5e keer komt er een Nederlandse jongen en die doet dat op zo'n manier dat ik denk van nou, die anderen kunnen wel inpakken. En nou goed, hij gaat hier dus uitpakken op 8 oktober. Hij wordt begeleid door Yung Yung Lee, dat is een Chinese pianist en die woont in Parijs. Dus die moet speciaal overkomen voor dit concert. Nou, een dikke maand later, in november, komt die Bernadetta Astari, die fenomenale zangeres. Ze heeft, toen ze begon, die auditie moet ik even vertellen, toen ze begon te zingen en ik dacht meteen, jeetje, zit ik nou te luisteren naar Elisabeth Schwarzkopf of naar Ellie Ameling? Dat was zo fantastisch, dat waren liederen van Strauss en toen moest ze ook een lied van Mozart zingen, een opera-aria. En dat was meteen, was ze in de opera en liep in dat concertgebouw, in de kleine zaal, liep ze gewoon heen en weer alsof ze op de operabühne aan het spelen was. Absoluut een natuurtalent. Dan komt in januari Maria Milstein, dat is een violiste waar ik altijd zeer ontroerd door raak. En die wordt begeleid door haar zeer jonge zusje van 17, Natalia Milstein, die studeert in Parijs. Maria Milstein is de violiste van het ensemble waar ook Hannes Minna deel van uitmaakt. Dat is het Van Baarle trio. Maar we horen Maria Milstein nu alleen met een vioolrecital. Nou, dan komt in februari het Hexagon Ensemble. Dat zijn die blazers en de pianist. En die bestaan 20 jaar en die hebben een heel leuk programma met bekende werken en ook heel onbekende werken die ze opgeduikeld hebben in bibliotheken. Dan komen in maart de Amsterdam Chamber Soloists. Dat is een kwartet met viool, alt en cello. En de jonge pianist Thomas Beyer. Die
heel veel naam aan het maken is op dit moment. Ook die Amsterdam Chamber Soloist zijn ook uitgekozen om in het kader van die vriendenkrans overal concerten te geven. En dat geldt ook voor Thomas Beyer alleen. Maar die heeft vorig jaar al in Groeneveld gespeeld, dus die speelt nou niet in Groeneveld. En het seizoen wordt besloten op 21 april door de gebroeders Jussen. Die gaan we niet samen laten spelen, want dat willen ze ook niet meer. Ze willen ieder een half recital geven. En Lucas Jussen die gaat onder andere een Beethoven sonate spelen. Dat is die sonate, die heet de Sturm sonate, genoemd naar het toneelstuk van Shakespeare. Waar je eigenlijk in het begin een soort stilte voor de storm hoort. Dat motief, dat vind ik zo geniaal van Beethoven. Het begint dus met dit hele zachte C, E, G, C. Maar dat wordt later, hoor je dat als storm terugkeren, maar dan veel sneller. Dan hoor je dus niet ja, maar dan hoor je dat zijn dus dezelfde noten, maar dan op een andere toon. Eerst hoor je C, en dan komen die, en later hoor je... Die langzame inleiding wordt op het laatst een motief in het stuk zelf. Het is een hele mooie sonate met een heel mooi tweede deel. Laatste deel, wat een beetje doet denken aan Vuur Elise. Hele mooie sonate. Het moeilijke alleen bij die jongens Jussen is, die zijn nog in hun volle ontwikkeling. Dus ze zeggen vaak van, dan gaan we dat en dat spelen. Maar dan halverwege het seizoen veranderen ze toch hun programma. Maar ik denk dat deze sonate doorgaat. Dus dat Lucas die speelt deze sonate van Beethoven onder andere. En Arthur speelt zeker ook een stuk van de Joegoslavische componist Marko Tajcevic. En die heeft 7 dansen van de Balkan geschreven. Dat zijn 7 folkloristisch getinte stukken. En die worden ook wel eens in een andere bezetting gespeeld. Voor klarinet en piano bijvoorbeeld. En die eerste dans, die roept al zo'n soort blazertjesgeluid op. Fascinerend vind ik dat. Dan later gaat hij sterft er even uit en dan gaat hij weer verder. Dat is de eerste dans. Ik hoor daar niet zozeer een dans in als wel het spelen van zo'n klein blaasinstrumentje wat heel betoverend kan werken. Die tweede dans is natuurlijk heel wild. Thank you.
En er is er eentje bij, daar kan je niet eens horen of het nou in drieën of in vieren gedanst wordt. Bij te tellen, dan moet je van goede huizen komen. Soms is het er vier, soms zitten er drie in een maat, soms zitten er vijf in een maat. Het is heel fascinerend. Er zit ook een heel mooi langzaam stuk in. Oh ja, ja. Even kijken, hoe gaat het weer? Dat vind ik even eigenlijk de mooiste. En dan, nou, dan komen er nog een paar, een beetje. Een beetje wilder, hè. En het eindigt dan met een hele vette. Het is om u nieuwsgierig te maken. Het zijn allemaal van die kleine stukjes, laat ik u horen, zodat u nieuwsgierig wordt gemaakt van hoe zou het nou verder gaan. Nou, dat is dan precies mijn bedoeling waarom ik hier zit. Komt alle naar de Paaskerk. Die is op de Oude Utrechtse weg 4A in Baren, vlakbij het station.